Fucking gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe video van Castlenaut. Nou, we hebben onze eigen bom hebben we klaar. Ik was wel een beetje geïrriteerd, want elke keer knal je precies met die collision en dan moet je weer terug en het gaat allemaal al zo traag. Maar ja, nou komt het ergste nog. We krijgen de grote bomen. Dus daar zijn we best nog wel wat mee bezig, denk ik. Dan krijgen we ook deze aflevering, krijgen we dat denk ik niet af. Maar wat we wel eventjes naar moeten kijken, is eigenlijk welke bomen we eerst eventjes gaan doen qua kastanjes. Want we hebben nu natuurlijk een kastanjeoogsten. En die kastanjeoogsten, die hebben we nou gekocht. En we moeten alle andere soorten moeten we allemaal ook huren om überhaupt die bomen te gaan oogsten. Dus dat is wel een beetje jammer. Ik reed alleen wel verkeerd. Ik dacht dat het hier al was, maar ik moest eentje verder. Dus we moeten eventjes hier de weg op. Dus ja, het ging niet even helemaal zoals gepland. Maar in ieder geval, we hebben de eerste bomen hebben we geoogst. Onze eigen bomen, dus daar ben ik blij mee. Ik weet niet precies wat de oogsten van is, dus daar moeten we straks eventjes kijken. Maar nou moeten we dus eventjes kijken welke bomen wij momenteel nou moeten hebben. Omdat wij nu de kastanjeoogsten bij ons hebben. Want het zijn echt veel bomen hoor. Pauw. Goed, laten we even deze behalen. Hebben we toch 13.000 liter aan kastanjes. Nou, vind ik best netjes, moet ik zeggen. Het is wel alleen wel zeiknat. Maar volgens mij kunnen wij alle de noten, de kastanjes en die noten met schil, zeg maar, kunnen wij, als het goed is, allemaal naar de fabriek brengen, zodat er meel van kan worden gemaakt. Dat weet ik niet zeker, maar dat denk ik wel. Dus, ja, we moeten gewoon even kijken hoe ver we vandaag komen en we zien het wel. Want ja, het is nou echt puur alleen, ja, deze bomen oogsten. En dan denk ik toch dat wij langzamerhand een einde maken aan Castlenaut. Dan moeten we natuurlijk nog wel eventjes allemaal gaan verwerken en dan kunnen we dat gaan verkopen. En dan kunnen we kijken hoeveel geld we over hebben. En dan gaan we eens even kijken wat voor concept we gaan doen. Of we gaan Kirby doen. Een soort van Kirby. We beginnen met helemaal niks. En we zien het wel. Of we gaan gewoon lekker farmen. Daar vind ik wel het prettigste. Gewoon lekker farmen. Een leuk mappie. Beetje klein beginnen. Net zoals wat we in multiplayer doen. Lekker klein beginnen. En gewoon groter worden. Maar niet bijvoorbeeld dat we die mogen huren of zo. Ja, dat kan wel. Alleen dan ben je zo beperkt. Maar we zien het wel. We gaan het wel zien. We moeten hier naar rechts. En dan moeten we even kijken waar de kastanjebomen zijn. Zo. Moet eens even kijken. De kastanjebomen. Die moet ik hebben. Zeg ik dat goed? Ah, ja, nee, wel. Ik schrok al. Even kijken. We hebben dus de blauwe, moeten we hebben. De blauwe, dat is deze buitenste rand en deze buitenste rand. We hebben ook maar één rij met chestnuts. Oh ja, we hebben ook nog hazelnoten. Dat is zoveel verschillende dingen. Nee, maar we hebben dus in ieder geval deze buitenkant en deze rechterkant. Dat zijn allemaal kastanjes, dus die moeten we nog eventjes oogsten. Het zou best kunnen, want dit was natuurlijk ook best een groot veld. Maar het kan want dit zijn natuurlijk allemaal verschillende kleine stukjes qua bomen. Dus het kan best zijn dat het nog wel meevalt. Noorden hebben we hier. En dan hebben wij de normale chestnuts. Maar daar is er ook maar eentje van. Ik weet niet waarom. Maar we gaan het zien. Dus we moeten de buitenste rand moeten we hebben. Dus dan pakken wij weer de, en dan als het goed is, de buitenste rand. Dus dat is deze. Dat is deze kant. En dan zijn dit als het goed is allemaal kastanjes. En dan kunnen we dat namelijk gelijk in de fabriek gooien. Als het goed is zijn dit allemaal kastanjes. Dan kunnen we die in ieder geval vast oogsten. Ik weet niet of wij... Kijk, want nou knal ik... Ik stuur niet met mijn stuur, maar ik zit wel elke keer tegen die collision aan. Dat is bokken irritant. Dat is heel erg vervelend. Kijk, ik stuur niks. Ik weet niet waar ik tegen een kastanje aan zit. Dan moet ik hem iets hoger doen en dan pakt hij hem in één keer wel. Maar het is zo irritant. Want ik moet elke keer moet ik de rechterkant pakken.
Maar hij kan niet dwars door het midden, want dan heb je weer een collision. Maar waarom... Waarom gaat hij nou elke keer zo vervelend doen? Misschien dat ik hem iets hoger moet doen, hoor. Dat zou kunnen. Dat ik het zo doe. Dat ik misschien iets laag was. Dat zou kunnen. Het is ook, zo, ook in first person is het ook heel lastig te zien. Je kunt het niet, eigenlijk niet zo heel goed zien. Kijk, en nou zit ik weer tegen een collision aan. Ik weet niet waarom. Oh, dat is zo frustrerend. Maar ja, als we de kastanjes maar wel hebben, dat is het belangrijkste, want dat levert het meeste geld op. En voor mij waren het 3 rijen, dus deze linkerrij moeten we ook nog hebben. En dan nog 1 rij aan de rechterkant. Maar dan kun je ook wel zien naar de soort bomen, hè. Dat zit iets anders op. De tekstje is anders. Of dat komt door de regen. Kijk, want daar zitten andere noten op, zie je dat? Dus dat, dat kun je, dat verschil zie je wel. De lichtgele zijn kastanjes. Waarom wordt deze nou niet gehoorst? De lichtgele zijn... zijn kastanjes. De iets donkere, dat waren volgens mij... de hazelnoten. Kan ik dat ook zien? Hazelnoot met schil misschien? We hebben dus de, we zitten nu precies in het middelste gedeelte. Dus we moeten aan de linkerkant en aan de rechterkant moeten we nog oogsten. Oh, we zitten vol. Dan zetten we de trek... waar zetten we die neer? Hier zo, denk ik. Hij moet ook niet in de weg staan, natuurlijk, hè. Even er doorheen. En dan weer hier doorheen. Een soort slalom. Oh, daarom is een handrem heel handig. Want op de een of andere manier flikker je elke keer naar achteren. Ik weet niet waarom die het nou niet doet. Zo. Nou zitten we er goed voor. Handremmetje erop. Kunnen we geen kant op. 15.000 liter. Ja hoor. Kom maar wel ergens. Zo. Allee, ik vind die collisions vind ik wel bokken irritant. Nou, laten we de kastanjes in ieder geval even oogsten. En dan brengen we ze naar de fabriek. En dan kunnen we daar in ieder geval alvast wat meel van maken. En dan moeten we eventjes een andere oogst moeten we huren. Is deze kant van de kastanjes is bijna klaar. We moeten nog 4 boompjes en dan moeten we naar de andere kant van het veld om daar de kastanjes te oogsten. Dan hebben we alle kastanjes hebben we dan gehad. Nou, dan komen nog de normale noten, dan komen de haalsenoten nog en dan komen ook nog de noten met schil. Dus voorlopig zijn we nog eventjes boom aan het oogsten. Ja, of we gaan natuurlijk ervoor kiezen dat we een kleine, ja dat is niet helemaal hoe het hoort, een kleine berekening maken. Hoeveel we ongeveer van de bomen krijgen, dat we ze niet oogsten, maar dat we het in een trailer doen met F10. En dat we daar ding van maken, maar dat is eigenlijk niet hoe het hoort. Maar als er nou een knop bestond, dat je de collisions kon uitzetten, dan was dat fantastisch geweest. Want ik word er helemaal kriebelig van. Maar goed. Of ik ben gewoon incapabel, dat wil ik nog wel eens, dat zou ook nog wel eens kunnen zijn. Laten wij naar de andere kant van het veld gaan. Op zich is het ook wel een fijn trekkertje hoor. Dus in het begin moet hij even een paar keer schakelen. Maar daarna dan zit hij zo op zijn snelheid. Even kijken. Dat was voor mij aan de rechter buitenkant. Dus dan moeten we even kijken. Kijk, je kunt ook wel zien de kleur van de bomen. Dat is allemaal heel anders. Dan moeten wij... Voor mij waren het deze 3. Nou, dit valt wel mee hoe groot het is. Oh ja, modder. Dat is ook zo. Het regent. Nou, dan moeten we alleen nog deze kastanjes oogsten. En dan hebben wij alle kastanjes hebben we geoogst.
Dan kunnen we dat in ieder geval vast in de fabriek gooien, zodat daar mooi meel van kan worden gemaakt. Ben ik benieuwd hoeveel dat gaat opleveren. Zo. Maar laat het maar weten, jongens. Of wij gewoon alles moeten oogsten. Of dat jullie zeggen van, laat het maar, dan gaan we een kleine berekening doen. Maar dat laat ik aan jullie over. Dat laat ik aan jullie over. Ja, maar als je dus bijvoorbeeld zo op het goede spoor zit, dan heb je ze zo geoogst. Maar die collisions, jongen, oh, verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Maar goed, dit is ook maar het kleinste veld, dus dat valt ook nog wel meer. Hoeveel bomen dat zijn. Dus we moeten nog twee rijen en dan hebben we alle kastanjes klaar. Nou, dan moeten we de venten naartoe brengen en dan kunnen we die ook legen. Zo, maar ik moet zeggen, alhoewel 18.000 liter aan een paar kastanjebomen. Ik denk dat hier nogal graf geld mee kan worden verdiend hoor. Want het is natuurlijk wel, begrijp me niet verkeerd, het is een hartstikke leuk concept dat je van die hazelnootbomen hebt en zo. Hartstikke leuk toegevoegd. Alleen die collisions hadden ze wel eventjes iets anders mogen doen. Ja, dan zetten we de trekker hier neer, staat hier niemand in de weg. Zo. Dan legen we deze ook. Ah, daar komen we nog wel op 50% hoor. We krijgen geen trillen vol, maar we hebben een mooie oogst. Maar dat komt ook omdat we ze natuurlijk best wel veel hebben bemest, hè. Want dat was ook nog wel een dingetje. Om dat voor elkaar te krijgen. Zo. Het is ook wel geinig dat je ze ziet schudden en zo. En dan moeten we even kijken hoe we dat gaan doen. Ik kan het beste via deze kant. Moeten we wel even door de modder in. Hopelijk dat we niet vast komen te zitten. Ja. Zo. Hopelijk neemt hij deze boom nog mee. Ja, gelukkig wel. Wat hebben we wel in story mode gezien? Dat die modder best wel heftig kan zijn. Waardoor je zo vast komt te zitten. En op zich is deze trekker ook wel goed genoeg voor dit werkje. Misschien dat je nog een iets kleinere model had moeten doen. Maar ik denk dat deze perfect is. Wat was het ook weer? De T, toch? Ja, T195. Er zit ook geen grotere motor in of zo. Is allemaal niet nodig. Ik had echt gedacht dat de Puma gewoon een voorlader kon. Maar dat was niet. Ja, we hebben ook best wat geld, hè, door alle collectibles die we hebben gevonden. Met dat o zo grote mysterie van Kersenoord. En ik zag wel in de reacties dat jullie wel zeiden van ja, dat jullie allemaal wel wat anders hadden gedacht, net als ik. Ja, beetje stom. Nou, en de laatste kastanje. Daar zitten we op 1490 liter, 1490 liter. Dat brengt ons op een totaal van 'Kom ik net niet. Kom ook vanaf een hele rare hoek. Zo. Juist. Nou, dan hebben we deze oogsten eigenlijk niet meer nodig. We hebben alle kastanjes hebben geoogst. In totaal van bijna 2200 liter. Nou, dat vind ik hartstikke netjes. Zo. Maar ik denk dat we dan nog wel
minimaal 2 à 3 afleveringen alleen maar bezig zijn met het Noorden-Oosten. Dus ik laat het aan jullie over of we alles gaan oosten of dat jullie zeggen van... We gaan een berekening maken, maar deze gaan we sowieso even naar de fabriek brengen. Moet ook even kijken waar ik ook weer moet zijn. Ik weet wel dat het heel erg een krappe bedoeling was. Even kijken, dan moet ik hier doorheen, door het pad. En volgens mij moest ik er vanaf hier al achterwaarts in. Hoe doen we dat? Oh. Ook even officieel. Gevaren liggen dan. Zo. En dan rijden we het hele stuk achteruit. Maar moest ik nou boven of beneden zijn? Beneden. Zo. Oh nee, hier moest ik helemaal niet zijn. Ik moest aan de bovenkant zijn. Deze kant is om de pallets te pakken. Dan moet aan de andere kant zijn. Ik zat te denken, maar ik zie helemaal geen trigger. Maar even kijken, we moeten... Over het stoepje. We moeten hier zijn. Dan moeten we... Even kijken hoor. Ja, hier moeten we zijn. Hier moeten we de boel neergooien. Oh. Al die... Jongens, bestaat er een mod om alle collisions uit te zetten? Of ik kom met een groot spul, dat kan natuurlijk ook nog. Zo. Sorry voor jullie bloemetjes. Zo. Perfect. Nou, dan hebben we in ieder geval dat allemaal aangezet. Moet ik wel even natuurlijk aanzetten dat het wordt verwerkt. Want anders mogen we wel heel lang wachten. Ja, zie wel, we kunnen alles kunnen we hier doen. De nuts, de chestnut, hazelnut. Dan gaat ook maar 10.000 liter in. Dus we moeten sowieso eventjes wachten. Maar er schijnt dus, daar had Theo het over. Laat ik die anders eventjes downloaden. Dat je je dingen kon upgraden. Dat er meer liters in konden of zo. Dus laat me die heel eventjes checken. Want iemand had dat namelijk... Theo had dat in de chat gezet. Omdat natuurlijk ook de biogas in Drentse Vaart gewoon heel erg traag is. Heel erg traag is. Dus Upgradable Factory heet. Die staat in een modhub. Heel veel muziek uit, want dat is copyright. Upgrade. Dat bestaat niet. Oh. Fact. Upgradable Factories. Upgradable Factories, kijk. Doen we die even installeren? You'll be able to increase your production speeds and storages so you no longer need to place multiple productions. Oké, nou laten we eens even kijken of dat werkt. Dus dan pakken we Casnot, we moeten naar de U. E, F, G, H, I, J, K, L, M, P, Q, R, S, T, U. Dus een beetje onderaan. Upgradable Factories, dus kijken of dat werkt. Daar zijn we weer. Dan gaan we eventjes naar de vent. Dan gaan we even kijken of we het kunnen upgraden. Als we er meerdere liters in kunnen. Ik kan me herinneren dat ik dat toen wel een keertje had gedaan. Buy upgrade. Upgrade naar level 2. Oh.
Oh, staat hij hieronder. Kijk, dan gaan er ook 20.000 liter in. Kijk, dat is wel heel erg fijn. Perfect. Dank u. En dan kunnen we dus ook, als het goed is, met Drentse Vaart doen met de biogas. Hoe duur dat zal zijn, dat weet ik niet. Dat zal ik straks eventjes kijken. Maar we zetten hem aan. Niet die, maar deze. Activeren. Dan moet even wachten totdat er ietsjes weg is. Want we hebben voor mij nog iets van, ja, bijna 2000 liter. Dus we moeten even wachten totdat er 2000 liter weg is. En dan kunnen wij deze legen en dan kunnen wij de andere bommen gaan oogsten. Tenzij jullie zeggen, we gaan, want als we even gaan kijken. Bijvoorbeeld, we hadden 20.000 liter van dit hele veld. Dit stuk en dit stuk. Nou, dat gaan wij langer na niet redden met, zeg maar, dit stuk en dit stuk. Laten we zeggen, ik zeg maar wat, de helft. Laten we zeggen, ik zeg iets, 12.000 liter. Nou, als jullie zeggen 12.000 liter, dan hoeven we ze niet te oogsten. Dan doe ik 12.000 liter voor de, wat is dat voor spul? De noten, 12.000 liter voor de noten. Dan gaan we dat verwerken. Voor de chestnuts, daar is heel weinig van. Dus laten we zeggen 8.000 liter. En dan hebben we de hazelnoten ook iets van 8.000 liter, omdat dat maar één strook is. Maar dat laat ik aan jullie over. Laten we hopen dat deze mooi snel gaat verwerken, zodat wij de rest erin kunnen gooien. Maar dat moet wel helemaal goed komen. Dus ik stop hierbij ook de opname, jongens. Ik laat eventjes jullie vertellen wat we moeten doen. Ik vind het ook niet erg om ze allemaal te oogsten. Alleen dan zijn we wel de komende 2-3 afleveringen alleen maar bezig met het oogsten van het, van de bomen eigenlijk. Maar laat het maar weten. Ik wil jullie allemaal heel bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Mocht je dit een leuke video hebben gevonden, mag je dat belonen met een blauw duimpje omhoog. Ben niet geabonneerd, doe dat zeker ook eventjes. We kunnen in ieder geval nu de boel upgraden, dus dat is ook wel fijn. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe video. Kalm!